Welkom bij deze extra video vandaag. We hebben weer een extra video. Ik was van plan de video als een normale video up te laden, maar omdat ik vorige maand volgens mij één video niet had gepost en ik vooruit op schema loop, ik heb al een aantal video's klaarstaan, dus ik heb een beetje extra tijd om een extra video te maken. Dus ik dacht, ik ga het gewoon plaatsen als een extra video en dat is altijd leuk. Zoals je kunt zien achter mij zijn allemaal pakketjes. Dit zijn allemaal make-up pakketten op. Twee pakketten na, want twee zijn van de AliExpress. Maar de rest is allemaal iets omtrent make-up. Het is PR make-up. Dus make-up die ik gewoon gratis heb gehaald. En het is make-up die ik gewoon heb besteld. Dus ik heb het gewoon allemaal een beetje samen gemixt. En ik zal ook elke keer vertellen of ik het heb gehad of ik het heb gekocht. Dus vandaag gaat het weer niet over mijn make-up. Zoals je kunt zien heb ik weer een hele heftige make-up look op. Dus als je wilt weten wat ik voor de make-up heb gebruikt en hoe ik de look heb gemaakt, de video en de foto staan al op mijn Instagram. En vandaag ga ik gewoon alle pakketjes achter mij unboxen. Van de meeste pakketten weet ik wat erin zit, maar van een aantal niet. Dus ik ben daar extra benieuwd naar. En dit zijn allemaal pakketten van één week. Ik ben ook een beetje losgegaan met het bestellen. Maar goed, ik dacht bij mijn eigen, ik heb zoveel gehad en gekocht. Dus ik ga het gewoon in een video laten zien in plaats van gewoon hier alleen thuis unboxen. Als je dit soort video's vaker wilt zien, laat dan vooral een like achter. Want op die manier weet ik of mensen dit willen zien of niet. Want als niemand dit wil zien, dan ga ik ermee ophouden. En als veel het willen zien, dan ga ik er zeker mee door. Dus let me know. En dan gaan we gewoon nou snel beginnen. Vergeet ook niet te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn video's. Ik heb ook binnenkort een hele leuke mededeling. Die komt binnenkort over een paar weken. En ook wil ik iedereen erop attenderen om op het belletje te klikken naast abonneren. Want YouTube laat mijn video's niet altijd meer zien. Ondanks dat je bent geabonneerd. Dus klik het belletje aan, zodat je altijd meldingen krijgt als ik een video online post. Nou, laten we dan gewoon snel gaan beginnen met de eerste pakketjes. Oké, ik ga beginnen met twee PR pakketten, dus make-up die ik gewoon gratis heb gehaald. Deze twee, ze zijn allebei van Juvia's Place, dus ik ben heel erg benieuwd. Volgens mij zijn dit twee oogschaduwpaletten, want ik heb op hun Instagram gezien dat hun nou twee oogschaduwpaletten hebben uitgebracht. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oh, dit matcht echt perfect met mijn achtergrond en mijn make-up look. Dit is de Warrior 3 palet. Oh, hun oogschaduwpaletjes zijn echt geweldig, mensen. Ik heb like 10 paletten van hun of zo. Echt al superveel. Al voordat ik op hun PR stond, had ik al heel veel paletten van hun. Ik moet hem even openknippen. En ik vind echt dat hun paletjes echt een van de beste zijn. Oeh, dit is hem dan. Zo mooi. Oh, oh, oh. Kijk dit. Oh mijn god. Echt prachtige, heftige kleuren. Zoals je al wel kunt zien op mijn gezicht. Ik hou van heftige kleuren. Oh mijn god. Hier kan ik zeker wel iets mee doen. Het zijn wel een beetje random kleuren. Maar ik vind ze wel heel mooi. Dus ik moet wel even gaan bedenken wat ik hiermee precies kan gaan doen. Alles is mat behalve die twee. Oeh, I love it. En dan heb ik hier, denk ik, hun andere oogschaduwpalet. Die ik ook heb gezien op hun Instagram. Oeh. Ja, dit is hun andere paletje. Deze is echt ideaal voor de herfst. Beetje groenige kleuren. Dit is de Nomad. Of zoiets. Dat is wat hierop staat. Ik denk dat ik het goed uitspreek. En ik ga echt nog een aantal herfstlooks maken. Dus dit komt echt perfect uit. Oh, wauw. Echt prachtig. Dit schreeuwt echt herfst. Hier ga ik zeker te weten een herfstlook mee maken. Of op mijn kanaal of op mijn Instagram. Maar ik maak altijd heel veel looks ook op mijn Instagram. Dus volg me ook daar. Oh, kijk hoe mooi. Dit zijn over het algemeen allemaal matte kleuren. Die twee zijn wel echt glanzend. En hier, die is een beetje mat met wat glinsters er doorheen. Dus niet helemaal mat, maar ook niet heel glanzend. Wauw, echt geweldig voor de herfst. Nou heb ik herfst en een wat heftigere. Oh, echt geweldig. Ik ben hier echt heel blij mee. Dan heb ik hier heel random een AliExpress pakketje die vandaag is binnengekomen. En ik dacht bij mezelf, ik kan die ook gewoon in de video doen. Dit heb ik gewoon besteld, obvious. Maar ik weet niet wat het is. Oh, dit is een ring. Kijk. Ik zal alles van de AliExpress wat ik binnen heb gehad vandaag en laat zien in de beschrijving zetten. Zodat als je het wilt, je het ook kunt bestellen. Kijk hoe mooi, zo goud. Oeh, die vind ik echt heel mooi.
I like it. Hier heb ik een pakketje die er echt geweldig uitziet. Dit is van een PR-bureau. Dit is van Happy Life PR. En hun sturen mij altijd alles van Essence en van Catrice. En zoals ik hier kan zien, is dit van Essence. Oh, en mijn naam er zo op. Echt een super cute cadeautje. Ik weet denk ik al wat het is. Volgens mij is dit de Essence Advent kalender. Ja, dit is de Essence Advent kalender. Ik zeg altijd Advent kalender in plaats van Advent kalender. Dit ziet er echt super leuk uit. Laat me vooral in de comments weten of je hier een hele video over wilt zien waarin ik hem unbox. Want dat wil ik met alle plezier doen. Het ziet er echt super cute uit. Dankjewel Happy Life. Hier achterop staat ook alles wat erin zit. Maar dat ga ik niet laten zien voor de mensen die het als verrassing willen houden. Dan heb ik hier een pakketje van de Douglas. Die heb ik gewoon besteld. Volgens mij was het sale. Er is vandaag weer sale. Dus ik heb ook weer vandaag besteld. Altijd wanneer er sale is, bestel ik. Hier zit echt allemaal van alles nog allemaal in. Nou, het was sale, dus wat heb ik besteld? Mijn NYX Brow Pencil, die ik altijd moet hebben. Dus altijd wanneer er een actie is op hun site, bestel ik hem gewoon. Of ik hem nou al moet hebben of niet. Ik weet dat ik hem altijd gebruik. Dus elke keer als hij op is, moet ik hem weer hebben. Dus ja, als er dan korting is, dan doe ik altijd gelijk een aantal bestellen. Dus ik heb deze weer besteld in black. En ik heb mijn NYX Lip Pencil besteld in de kleur London. Dit is een hele mooie nude lippotlood. Ik ga hem even laten zien. Het is gewoon een normale NYX lippotlood. En de kleur is heel mooi bruin nude. Kijk. Een hele prachtige bruine nude kleur. Dus iedereen die nog op zoek is naar een goede nude lippotlood, NYX London. Nou, dat was het dan. Alleen die twee heb ik besteld. Het volgende pakketje is ook van de AliExpress. Dit is het laatste pakketje. Er staat op schoenen. Ik heb dus twee paar hakken besteld bij de AliExpress. Waren super goedkoop. Waren twee paar voor 25 euro. Hakken bestel ik nooit echt van de Ali, maar ik dacht bij mijn eigen. Waarom niet? Laten we het gewoon proberen. Dus ik ben extra benieuwd naar dit pakketje. Oh my god. Dit zijn de eerste. En dit zijn de tweede. Oh my god, kijk hoe cute. Ik heb ze in maat 40, maar mijn echte maat is 38. Dus pak altijd twee maten te groot. Ik pak bij de Ali, bij de schoenen, altijd twee maten te groot. Ik zet even in beeld welke maat ik altijd precies pak. En op zich werkt die altijd wel. Want ik bestel er altijd vooral sandalen, hakken, bijna nooit echt. Maar ik wil het nou gewoon een keer proberen. En ik heb geen spijt, ze zien er echt heel goed uit. Dus mensen met mijn maat pak dus altijd twee maten groter. Dit zijn dus de nude hakken. En dan heb ik hier hele felle hakken. Kijk hoe cute ze zijn. Oh mijn god. Als je ze in een normale winkel haalt, zijn ze echt 40 euro of zo. Maar bij de Ali zijn ze een stuk goedkoper. Ik draag altijd zwarte kleding. Bijna altijd. Ik draag echt like altijd zwarte broeken, zwarte truien, alles zwart. Dus ik vind het dan altijd leuk om iets fels aan te doen als schoenen of als accessoires of zo. Ze zijn echt heel erg cute. En ze waren echt heel betaalbaar. De kwaliteit is echt best wel goed. Ik ben best wel impressed. Ja, echt super cute. Ik vind ze allebei leuk. Ik ga ze even aandoen. Even zien of het past. Ja, mensen, ze passen echt perfect. Pak echt twee maten te groot. Oké, dan heb ik hier weer een pakketje die ik gewoon heb besteld. Dit pakketje is echt het meest belachelijke pakketje die er is. Het is van P. Louise. Mensen die P. Louise niet kennen, dat is een make-up lijn die allemaal hele goede oogschaduwprimers heeft. En de oogschaduwprimers van P. Louise schijnen echt een van de beste te zijn. Ze zitten in Engeland, dus je kunt gewoon op hun website bestellen zonder douane en zo. En ik heb dus voor 80 euro aan oogschaduwprimers besteld. Oh mijn god, ik schaam me er gewoon voor. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze oogschaduwprimers. Ik heb er ook echt gelijk 18 besteld of zo. Terwijl ik helemaal niet eens weet wat ik ervan vind. Maar omdat iedereen ze zo goed vindt, vertrouw ik gewoon op mijn mede-beauty influencers. En ga ik ervan uit dat ik ze ook goed ga vinden. Dus vandaar dat ik gewoon gelijk heel veel heb besteld. Ik heb dus gewoon zo twee losse besteld. En ik heb zo een set besteld. Ik begin even met de twee losse. Echt een hele cute verpakkingje, by the way. Nou, dit is dan hoe ze eruit zien. Iedereen die een beetje in de make-up scene zit, die kent ze vast wel. P. Louise, Nikki Tutorials vindt ze ook echt helemaal geweldig. Door haar waren ze toen een beetje bekend geworden en zo, volgens mij.
En ik had ze ook bij haar gezien. Ik heb hem in de normale kleur, want je hebt hem echt in heel veel kleuren. Ik heb hem in kleur 01, dat is een beetje een hele lichte nude kleur. En ik heb hem in een witte kleur en dit is gewoon de kleur 0. En ik vind een witte kleur heel erg handig, want af en toe wil ik een cut crease maken en hem gewoon wit maken. Maar witte oogschaduw is vaak niet wit genoeg. En dan is het vaak naar mijn smaak toch niet wit genoeg. Dus met zo'n witte oogschaduw prime eronder gaat hij denk ik wit genoeg zijn. Dus ik heb hem in een beetje een normale kleur en in een witte kleur. En omdat ik kennelijk geld te veel heb, heb ik ook de hele set besteld. Ze hebben een aantal sets. En dit is de basic set. Maar ik weet niet echt... Oh, dit is de winter edition. Ja, dit is de winterlijn van hun. Ik ga hem ook even openmaken. En hier zitten allemaal oogschaduw primers in. Met heel veel verschillende kleuren. Kijk deze verpakking, hoe mooi jongens. Dit is wel echt prachtig. En dan moet je hem gewoon zo openmaken. Oh, kijk hoe mooi. Je hebt dus paars, groen, roze en blauw. Het zijn allemaal een beetje lichtere kleuren. Je had ook een set met echt felle kleuren. Maar ik wilde gaan voor de ja, wat lichtere pastelkleurtjes. Wauw, ik vind de verpakking echt geweldig. Ik wil het gewoon bijna niet eens weggooien. Ze zien er echt allemaal zo cute uit. Zulke gekleurde primers zijn extra fijn voor als je voor een hele felle look gaat. Als je het dan nog feller wilt maken. Bijvoorbeeld, ik wil nog een roze look gaan maken met zo'n roze smoky look. En heel heftig. En dan kan ik die eronder doen, waardoor de roze oogschaduw nog meer roze wordt. Dus daarvoor zijn deze gekleurde ideaal. En nou heb ik ze dus in 6 kleuren. Ze zijn wel een beetje duur. Iets van 10 euro of 11 euro per stuk. En de verzending is iets van 10 euro achtig. Dus je moet wel een beetje betalen. Maar op zich, ja, ik vind het wel waard. I think, hopelijk. Ik heb ze nog helemaal niet opgedaan. Dan het volgende pakketje. Deze is van de Beauty Editor. Ook dit is iets wat ik gewoon heb besteld. De Beauty Editor is een Hollandse website. Hollandse website. En die verkoopt allemaal Huda Beauty en zo. Dus ik heb bij hun 2 producten besteld van Huda Beauty. Ik heb besteld de Huda Beauty Nymph Liquid Body Glow. Deze leek mij zo mooi. Hij is echt super groot. Ik had hem niet zo groot verwacht. Dit is dus een lichaamsglow die je kunt aanbrengen op de plekken waar jij gewoon iets meer glow zou willen. En ze hebben hem in 3 kleuren. Wauw, hij is echt huge. Hij is gewoon even groot als mijn hoofd. En ik heb hem in de kleur Aphrodite, als ik het goed zeg zo. En dit is de middelste kleur. Hij lijkt mij echt super mooi. Ik vond hem altijd duur, dus ik was een beetje aan het twijfelen of ik hem wel echt wil halen. Maar op zich is hij echt super groot en hij gaat dus vast heel lang mee. Ik ga een beetje op mijn hand doen. Oeh, wauw, ziet er echt heel mooi uit. Deze ga ik zeker vaak gebruiken. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel die was, maar iets van 40 of 50 euro. En net nieuw van Huda Beauty. Deze is echt net nieuw en dat is de Huda Beauty Eyeliner. En ik ben hier super, super benieuwd naar. Want aan de ene kant is het een liquid eyeliner. En aan de andere kant is het een zwart oogpotlood. En dat vind ik heel erg fijn. Want altijd als ik eyeliner aanbreng, wil ik een zwart oogpotloodje hebben. Om zo hier aan te brengen in mijn waterlijn. Oeh, kijk hoe mooi. Dit is dan de eyeliner. Wauw, super zwart. Hij is gewoon zwart en mat. Dat heb ik gezien in haar video. En dan heb je aan de andere kant... Oh, die moet je trekken. Heb je een zwart oogpotloodje? Oh, die brengt heel zacht aan. Dit is het oogpotloodje en hier de eyeliner. Dus dit vind ik echt ideaal, want dan kan ik gewoon mijn eyeliner aanbrengen, dit ding omdraaien en dan het zwarte oogpotloodje aanbrengen. Dus ja, dat vond ik wel fijn en die was iets van... 24 euro. Oké, next nog een heel groot pakketje. Dit is een pakketje van Morphe. En die heb ik gewoon besteld. En hun hebben gewoon ook een Engeland site. Dus je kunt daar gewoon makkelijk bestellen. De verzending is iets van 8 euro. Maar als je hoger dan 40 euro volgens mij bestelt, dan krijg je gratis verzending. Dus ik had een gratis verzending. Even kijken wat ik allemaal had besteld. Oh ja, 2 dingen. Oké, wat ik van hun heb besteld is hun bronzer. Die is voor gezicht en voor je lichaam. Maar ik heb hem gewoon vooral voor mijn gezicht. Ik heb hem in de kleur Mega Star. Je had hem in 3 kleuren. En ik had gezien bij Jaclyn Hill dat zij die heel fijn vindt. Dus ik dacht, ik ga hem ook bestellen. En dit is dan de kleur. Hij is echt super groot ook. Dus hij zal vast niet heel snel opgaan. En ik vind hem er prachtig uitzien. I like it. Even swatchen een beetje op mijn hand.
Ja, dit is dan de kleur. Hij lijkt heel mooi te zijn, dus ik ben heel erg benieuwd. Je hebt ook een grote spiegel. En ik heb hun fixing spray, maar niet hun normale. Ik heb die in samenwerking met Jeffree Star. En die is dus roze in plaats van zwart. Hun normale is zwart. Maar ik hou van roze, dus ik heb hem in het roze. En die heeft ook een geur van een strawberry, dus van een aardbei. Wow. De geur is echt heftig en het is echt een aardbeigeur. Ik ga hem gewoon even opdoen. Wow, je voelt hem gewoon bijna niet eens op je gezicht. Hij is super zacht. De geur, ja, je hebt wel echt een geur. Dus als je daar niet van houdt, is het niks voor jou. Maar mij maakt het niet uit. Ik hou wel van een geur. Ik vind het ook niet echt per se too much. Wow, zo raar dit. En dit was dan wat ik daar heb besteld. Dan heb ik hier ook weer van Happy Life PR een pakketje. Ik weet god niet wat hierin zit. Het is dus sowieso altijd van Essence of van Catrice. Of allebei, dat kan ook. Oh mensen, dit is Catrice. Oh kijk hoe cute. It's a bag. Super cute. En er zitten allemaal van die koffiedingetjes in. Oké, apart. Ik ga hem even openmaken. Nou, dit is wel echt heel cute. Kijk hoe het erin zit. Oh, wacht. Kijk. It's all about koffie, wat ik niet drink, maar oké. Kijk hoe leuk ze dit zo hebben gedaan. Nou, even bekijken wat hier allemaal in zit. Hier zit dus alle make-up in. Oké, wat hebben we allemaal? We hebben een Catrice lipstick in de kleur 030. Oh, heel mooi. Een beetje een nude lipstick. Oh, die is mooi. Kijk hoe mooi. Ik heb hier een contourstick. Daar ben ik ook wel benieuwd naar in de kleur 10. Oh, wauw. Kijk, het is zo'n driehoekje. En de stick is 6 euro en de lipstick is 4 euro. Nou, die ga ik zeker uitproberen. Ik heb hier een brow pencil. Die is 4 euro. Die is bruin. Gaat te licht zijn voor mij, want ik heb altijd zwart. En ik heb hier een bruin oogpotloodje. Daar ben ik wel heel blij mee, want die gebruik ik heel vaak. Wauw, hij is ook echt heel erg bruin. Zoals je kunt zien. I like it. En die kost 2 euro maar. Dus heel goedkoop. En ik heb hier een metal oogschaduw. In welke kleur? In de kleur 40. Oh, heel mooi. Zo bruin glanzend. Alles is een beetje bruin. Dus vandaar al dit. Next heb ik hier ook een PR box van een andere bureau. Dit is van Mooi PR. En ik heb geen idee wat hun mij hebben gestuurd. Hun hebben echt best wel veel, dus ik heb echt geen idee. Dit is dan hoe het eruit ziet. Hi Sarah, speciaal voor jou. Ik ben Ardell, veel plezier ermee. Bla bla bla. Oh, Ardell. Dat zijn nepwimpers. Dat is altijd leuk. Oh wauw, ik heb er echt veel gehad. Ik heb hier in de stijl 120. Ik heb hier in de stijl wispies. Meer staat er niet op. Die vind ik wel heftig. Ik hou van heftig, dus die vind ik heel erg mooi. Ik heb hier in de stijl 113 ook heel erg mooi lang en niet te heftig. Ik heb hier de stijl 110. Die zijn ook meer naturel. Ze zien er ook mooi uit. En ik heb hier een set met een lijm en een applicator en twee paar. Heel erg leuk. Nou, dit is dan wat daarin zat. Ik ben hier heel erg blij mee, want ik hou van nepwimpers, zoals je ook wel weer kunt zien. Die heb ik ook op. Die heb ik echt altijd op. Ik maak geen enkele look zonder nepwimpers. Dus hier ben ik heel happy mee. I like it. Nou, en dit was het dan. Dit waren alle pakketten. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!